voor de tweede aflevering Oldebroek in de Kern. Zijn we in Oosterwolde. We zitten hier in de Heert. Burgemeester Adriaan Hogedoorn die gaat weer het een en ander toelichten op vragen van de burger. Ja, welkom in de Heert. Laten we direct met de Heert beginnen. We hebben net de koffie op en nou hoor ik netjes over een horecavoorziening. Is die hier in Oosterwolde? Ja, in wezen is dat nu hier in de Heert. Want verder inderdaad in Oosterwolde is geen sprake van horeca. Is in het verleden wel geweest, maar is al jaren niet meer. En de behoefte in Oosterwolde aan een horecavoorziening is het wel degelijk. En daar heeft ook Dorpsbelang vaker aandacht voor gevraagd, maar ook het bestuur van het Dorpshuis. En dat heeft ertoe geleid dat we vanuit het gemeentebestuur ook daar een medewerking hebben willen verlenen. Door ook een horecabestemming, qua bestemmingsplan zeg maar, erop te geven. En er is ook inmiddels een horecavergunning afgegeven. Dus inmiddels is de Heert echt een horecavoorziening voor heel Oosterwolde. En die horecavoorziening hier voor de Heert, wat betekent dat voor de burger? Dat hangt ook een beetje af van de invulling die zeg maar, de Heert er zelf aan geeft. Maar destijds was het dus alleen maar een dorpshuis. Dat betekent ook dat je geen officiële horecafunctie hebt. En dan ben je erg beperkt in wat je aan feesten en partijen mag geven. Er zijn al veelvuldig hier feesten. De nieuwjaarswisseling zit er natuurlijk ook weer aan te komen en dan is het ook altijd een enorm feest. Eigenlijk snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant dat er voor Oosterwoldenaren zeg maar, zo een horecavoorziening beschikbaar is. Maar aan de andere kant ook dat er daardoor ook meer omzet is en ook meer inkomsten voor het dorpshuis. Om zeg maar, als voorziening voor het dorp ook multifunctioneel inzetbaar te zijn. Dus ook de horecafunctie is gewoon volledig aan de orde. En omdat er geen andere horecafunctie in het dorp beschikbaar was, vinden wij het van belang dat de Heert deze functie nu wel heeft kunnen krijgen. Daar hebben we graag aan meegewerkt. Dan hebben we het dus over de Heert. En dan hoorde ik ook iets over de overname van de gymzaal. Wat kunt u daarover vertellen? Nou, daar kan ik wel iets over vertellen. Het leuke van Oosterwolde is dat er ook allerlei mensen zijn die met allerlei initiatieven komen en ideeën komen. En men wil graag dat zeg maar, de Heert ook een brede functie heeft in het dorp. En wij willen ook graag eigenlijk vanuit het gemeentebestuur dat de samenleving ook meer zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. En zo komen dingen bij elkaar. Wat we nu bestuderen is de mogelijkheid voor de Heert om de gymzaal die nog van de gemeente is, om die als de Heert als dorpshuis over te nemen. Om er zelf zeg maar, ook een brede functie aan te geven. Ook weer gekoppeld zeg maar, aan de horecafunctie die ik net aangaf. Dus multifunctioneel in te zetten dat gebouw, de gymzaal. En daar zit weer aan gekoppeld dat als dat mogelijk blijkt dat de Heert zeg maar, de gymzaal overneemt, dat in de begroting van de gemeente wellicht ruimte geeft om vervolgens weer een sporthal bij VSCO te realiseren. Althans dat financieel mede mogelijk te maken. Ook daar is behoefte aan binnen Oosterwolde. Dorpsbelang is daar ook al lange tijd mee bezig en ook een stichting Sportvoorziening Oosterwolde. Dus allerlei initiatiefrijke clubs in dit dorp die daarover met ons als gemeentebestuur in gesprek zijn. En zo proberen we zeg maar de dingen aan elkaar te knopen en ook met elkaar mogelijk te maken. Het is nog niet helemaal definitief of dat gaat lukken. Maar waar ligt het aan? Wat is de definitieve doorslag als die wel of niet komt? Nou, het is deels ook zeg maar, de inschatting van het bestuur van het dorpshuis of dat financieel allemaal haalbaar is. Qua exploitatie. En daarom zei ik ook, is het van belang dat die horecafunctie er ook op rust. Maar dan nog is het van belang van krijgen we dat allemaal rond. En is het ook vervolgens aan de orde of het voor de gemeente in de begroting financieel haalbaar is. De burgerbegroting. Wat is een burgerbegroting? Ja, dat is ook weer zo'n begrip. Hè? Het is best wel lastig om dat even eenvoudig uit te leggen. Ja, daarom vraag ik het aan u dan. Precies. Ik doe mijn best. De kern komt hierop neer dat de middel is waarmee we de burgers, in dit geval zijn we de inwoners van Oosterwolde, de kans willen geven om invloed te hebben op de keuzes in de eigen leefomgeving. Dat is eigenlijk de kern van het begrip burgerbegroting. Even iets meer toelichten. We hebben als gemeente zijn we beheerplannen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Voor openbaar groen, voor de straten, voor de watergangen. Openbare verlichting overal voor. En per onderwerp hebben we dan in beeld gebracht welke maatregelen moeten worden genomen in de sfeer van onderhoud of investeringen. En er zit een budget aan vast. En dat kunnen we ook op dorpsniveau in beeld brengen. En met de burgerbegroting willen we kijken of we inwoners van dorpen
dus invloed kunnen laten hebben op de uitvoering van die maatregelen. Want wij bedenken dat gewoon zeg maar, op het gemeentehuis van wat nodig is, maar misschien hebben de inwoners van Oosterwolde wel heel andere keuzes in gedachten, ja, of heel andere voorkeuren. Precies, maar nou bijvoorbeeld ook als wij zeggen nou dat het plantsoen moet 3 keer per jaar gemaaid worden, dat zij zeggen nou 1 keer is ook al voldoende. Of misschien juist wel 6 keer. Dus dat je er lokaal heel andere keuzes in maakt. En wij zeggen het dorp is eigenlijk van de inwoners van het dorp. En daarom hebben we gezegd we gaan een experiment hiermee doen. Zowel in Oosterwolde als ook in het Loo. Dus we zijn in gesprek nu ook met het dorpsbelang Oosterwolde om te kijken kunnen we daar iets gaan ondernemen. En dat blijkt uit dat met name op Magroen, ook wel straatwerk, maar zeker op Magroen, daar is dorpsbelang Oosterwolde zeker bereid om daar naar te gaan kijken. Wat is dan de idee daarvan? Is dat zij inzage hebben in de onderhoudsmaatregelen die wij in ons beheerplannen hebben staan. Ook weten welk budget daarvoor beschikbaar is. En dan is het aan hen zelf om te kijken van zouden wij dezelfde keuzes maken? Of maken we andere keuzes? Is het ook nog mogelijk om een zelfwerkzaamheid uit te voeren? Of is het ook mogelijk bijvoorbeeld om zelf het werk aan te besteden als dorpsbelang? En de trigger zit hierin dat het geld wat ze daarmee uitsparen ten opzichte van wat er in de gemeentebegroting staat voor die maatregelen, dat mag in het eigen dorp worden aangewend. Dus dan zeggen wij niet van dat dus, hebben jullie mooi gedaan, dat kunnen wij onze gemeentekas mee spekken. Nee, daarvan zeggen wij dat hebben jullie goed gedaan. En de winst die je daarmee boekt, die is ook voor jullie zelf. En daar zit ook zeg maar, de uitdaging in voor Oosterwolde en voor het dorpsbelang met de inwoners om daar iets moois van te maken. Ja, want die groenvoorziening, hè, dat kan ik me voorstellen, vooral in het begin, dat heel veel mensen enthousiast zijn. En vooral dat maaien, dat werkt bij mij in de buurt ook. Die maaienmachine die komt geregeld langs, maar alleen het schoffelen, dat is natuurlijk minder leuk werk. Is daar ook rekening mee gehouden, dat mensen het over een paar jaar nog leuk vinden? Schoffelen zijn ook mensen die dat wel leuk vinden. Ja, ik vind het zelf ook niet erg om te doen. Dus dat is per persoon verschillend. Maar je kunt het ook verschillend organiseren. Je kan ook zeggen, nou, er zijn gewoon particuliere personen die dat gaan doen. Je kan ook zeggen, nou, we besteden dat uit aan een lokale hovenier. En dat is ook wat ons betreft aan het dorpsbelang zelf om dat te bepalen in samenspraak met de inwoners. Dus wij zeggen, jullie moeten vooral de keuzes maken die jullie willen maken. Want jullie kunnen ze veel beter zelf bepalen waar je wat intensiever onderhoud wil en waar je het wat minder belangrijk vindt. Alleen het is wel belangrijk dat wat je voorstaat, dat het ook draagvlak geeft in het dorp. En dat leggen we in die zin ook wel bij het dorpsbelang neer. Dus we geven alle ruimte aan de inwoners van Oosterwolde om zelf de eigen keuzes te maken binnen het budget wat de gemeente beschikbaar heeft. En daar zit nog de extra uitdaging bij, dat als je op die manier geld bespaart, dat het ook voor jezelf is als dorp. Dus we hebben vooral vanuit het gemeentebestuur de bedoeling, ook een beetje vanuit de onderzoek voor elkaar gedachte, om ze met de betrokkenheid op de eigen leefomgeving hiermee te vergroten. En het vooral ook daardoor ook mooier en interessanter te maken voor de inwoners van het dorp zelf. Dus er zit meer een belang bij de inwoners dan bij de gemeente. We zijn nu al een paar maanden hierover in gesprek om het te verkennen van wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden. Want dat blijft natuurlijk ook dat de gemeente uiteindelijk ook aansprakelijk blijft. Hè. Dus zeker als het gaat over onderhoud van wegen. Dan kunnen we natuurlijk niet accepteren dat er onveilige situaties hierdoor zouden ontstaan. Dus dat is wel een ondergrens. Maar we zijn inmiddels hebben het zover inzichtelijk gebracht dat we vermoeden dat we begin 2015 hier daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. We staan hier op een stuk grond waar nog niet op gebouwd is. Nou is er een onderwerp zelfbouw. Kunt u vertellen wat dat inhoudt? Ja, zelfbouw dat houdt in dat mensen zeg maar, de kans krijgen om met een groep mensen zelf op een bepaalde plek woningen te realiseren. Dus als ze met elkaar een architect uitzoeken en zelf bepalen hoe de woningen er dan uitkomen te zien. We noemen het tegenwoordig ook een collectief particulier opdrachtgeverschap. En die mogelijkheid is er. Nou heeft dorpsbelang Oosterwolde vorig jaar onderzocht in hoeverre er behoefte is aan woningbouw voor de eigen inwoners. En die behoefte is er best nog wel. Zowel voor starters als voor senioren. Dus mensen willen hier toch blijven in Oosterwolde? Nou, ik hoor het algemeen van mensen die in Oosterwolde wonen, dat ze daar graag willen blijven. En dat geldt ook voor de jongeren in Oosterwolde, ja. Die willen ook wel graag hier blijven. Maar ook senioren, die hebben daar ook behoefte aan, zeg maar, aan woningen voor senioren om hier te kunnen blijven wonen. Dat klopt.
En daarom hebben we ook samen met Dorpsplan gekeken, zijn er dan nog locaties in Oosterwolde die geschikt zijn voor woningbouw. En als het gaat om zelfbouw, waar we het net over hadden, het collectief particulier opdrachtgeverschap, dan is eigenlijk de locatie van Roezemoes daarvoor voor in beeld. Waar nu zeg maar, de peuteropvang is, vroeger de kleuterschool. Dus daar willen we best over doorspreken om daar dat te gaan realiseren. Alleen, ja, dat is nog niet direct beschikbaar. Roezemoes, daar moet ook een andere onderdak voor gevonden worden. En de school, daarbij in de buurt, die heeft ook behoefte aan uitbreiding. Heeft ook aangevraagd bij de gemeente om te mogen uitbreiden. Maar heeft al op vrij korte termijn een acuut probleem. En dat zou tijdelijk opgelost kunnen worden door gebruik te maken van Roezemoes. Zolang dat aan de orde is, kunnen we daar dus ook geen woningbouw realiseren. Maar dus daarover zijn we verder in gesprek om te kijken wat voor oplossingen kunnen we daarvoor verzinnen. Zodat op den duur in elk geval Roezemoes gebruikt kan worden voor woningbouw op die manier. Nu staan we hier ook op een hele mooie locatie. Is dit ook bestemd voor de bouw? Het is de bedoeling dat hier woningbouw komt. In 2011 is er een prijsvraag geweest, die is toen door Prinsbouw gewonnen. Alleen dat plan is niet gerealiseerd, omdat ook vanwege de economische crisis en het financieel niet haalbaar bleek. Er is ook nog geen bestemming gelegd op het perceel, maar het is wel de bedoeling dat hier woningbouw komt wat ons betreft. En vanwege het onderzoek wat Dorpsbelang heeft gehad, waarbij het blijkt dat er behoefte is aan woningen voor starters en senioren, zijn we op dit moment ook al in gesprek met Prinsbouw om te kijken of we hier dan sociale koopwoningen kunnen realiseren. Want dat voorziet ook echt in de behoefte die hier gebleken is uit onderzoek. Er zijn dus eigenlijk al gegadigd ervoor? Dat heeft Dorpsbelang ons ook verzekerd en ook ons getoond dat er echt gegadigd ervoor zijn. Ja, kijk, wat uitzicht is hier. En wie wil hier niet wonen, zou je zeggen. En inderdaad, het is, dat hoor ik heel vaak, mensen die in Oosterwolde wonen, willen heel graag hier blijven wonen, want ze hebben het hier goed naar hun zin. En dat geldt ook voor jongeren hier, die vinden het toch wel heel plezierig als er ook woningen gebouwd kunnen worden, zodat zij hier ook kunnen blijven. Ja, tijdens het praten kijken we zo op het prachtige landgoed Morren. Nou heb ik gehoord dat het leeg staat. Wat is de bedoeling van Morren? Dat is toch zonde? Ja, het staat dus al lange tijd leeg. Het staat in de verkoop. Het is particulier eigendom. En daar gaan wij dus verder ook niet over, we hebben niet zoveel over te vertellen. Alleen het was inwoners van Oosterwolde wel een beetje door in het oog dat de omgeving gewoon achteruit ging. Het ziet er steeds minder mooi uit. Het werd niet onderhouden. En we hadden het net over de burgerbegroting. Verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving. En dat zie je dus ook erg hier in Oosterwolde. De voorzitter van Dorpsbelang heeft op een gegeven moment ook contact met mij gezocht. Nanne Schoonhoven. Ik heb het wel eens de over... De burgemeester van Oosterwolde. Ik heb het vaak over mijn collega. Ja. En we hebben hierover gesproken om te kijken van zou het niet goed zijn als inwoners van Oosterwolde daar iets mee kunnen doen. En daarover is contact gelegd toen met de eigenaren die het in de verkoop hebben. En daar is het voor gebeurd dat inderdaad mensen uit Oosterwolde ook het onderhoud van de omgeving verzorgen. Ja. Zodat het er weer vrij uitziet. En dat is een mooi voorbeeld van verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leefomgeving. En dat is super. Nou wandelen we hier over een heel beroemd pad, kan ik wel zeggen, het Kerkenpad. Er is onlangs besloten dat het toch verhard wordt. Heel gedoe om geweest, hè? Ja, in die zin is het inmiddels wel het beruchte Kerkpad, dat klopt. En ik kan me ook wel voorstellen dat er mensen zijn die het jammer vinden dat dit verhard wordt. Omdat het echt authentiek is, dit pad. En ook echt landschappelijk ontzettend mooi om te zien. En dan wil je dat ook graag zo houden. Ja. Tegelijkertijd is het ook zo dat het pad gewoon heel veel gebruikt wordt door mensen uit Oosterwolde in de richting van Oldebroek. En dan moet het ook wel functioneel zijn. Je ziet nu ook dat er staan nog plassen op. Maar het is vaak nog veel erger. Nogmaals, mensen moeten het pad wel kunnen gebruiken. Daar is het voor aangelegd om het te kunnen gebruiken. Ja. En als er dan veel water en modder aanwezig is, dan komen mensen gewoon heel vies in Oldebroek aan. Als ze op de fiets hier doorrijden. En dat is de bedoeling natuurlijk niet. Dus daarom hebben we gezegd, laten we met voor- en tegenstanders om tafel gaan zitten. Wethouder mevrouw Groot heeft het gesprek gevoerd met de voor- en tegenstanders. Dat is een goed gesprek geweest. Je moet uiteindelijk natuurlijk een keuze maken. Uiteindelijk is gezegd, oké, laten we het karakter van het pad zoveel mogelijk behouden. Door in elk geval het pad niet qua verharding breder te maken. Dus dat blijft zo smal als het is. En daarbij ook de bermen te ontzien, want er zitten ook veel zeldzame planten ook in de bermen. En dat willen we vooral behouden.
En het dan zodanig zeg maar, realiseren, die verharding, dat het daardoor goed bereikbaar is als pad. Vooral voor de mensen uit Oosterwold om naar Onderbroek te gaan. En weer terug natuurlijk. Maar waarbij het karakter van het pad zoveel mogelijk behouden wordt. En dat is ja, in wezen toch een compromis geweest. Ja. Waarbij de een wat meer gelukkig mee is dan de ander. Maar dat is wel een goed gesprek geweest. En daar zou in die zin ook goed met de mensen uitgekomen. Eigenlijk een gouden middenweg. Ja, zo zou je het kunnen schetsen. De middenweg tussen Oosterwolde en Oldebroek. Ja. Ja, zeker. Symbolisch. Ja, mooi. We zijn aan het eind van het programma gekomen. Oldebroek in de kern en in de kern Oosterwolde. Wat gaan we volgende maand doen? Nou, daar zullen we eens over na kunnen denken. Maar ik heb zo'n idee dat de volgende keer Wezerp aan de beurt mag zijn. Kunnen we de auto laten staan? Zeker weten, kunnen we lopen naartoe. Ja. Nou, bedankt voor de informatie en de toelichting allemaal. En tot volgende maand. Graag gedaan. Dank je wel. Ja.